Beste kijkers, het is februari 2024 en het nieuwe visseizoen staat weer in de schoenen. Ik ben zelf nu ook op mijn allereerste Frankrijk-trip van dit jaar. En omdat het seizoen nu gaat beginnen, wil ik jullie even meenemen door mijn bootsetup. Dat is namelijk iets waar ik veel vragen over krijg via DM's op beurzen, noem maar op. Mark, ik wil een boot gaan kopen, wat moet ik kopen? Voor degenen die mijn video's kijken, valt het waarschijnlijk op dat ik nu een groene boot heb in plaats van een zwarte boot. Tot vorig jaar gebruikte ik namelijk de extra light versie van Raptor, een 1,85 meter bootje wat super compact is en heerlijk licht is, wat je zo achter je auto kan schuiven. Ideaal is voor je Nederland visserij, maar omdat ik dit jaar een hoop grote trips heb gepland op grote stuwmeren in Spanje, wilde ik een iets robuustere boot hebben. Ik ben dus voor een maatje groter gegaan, 2 meter, en ik heb gekozen voor de Fast serie van Raptor. Het grootste verschil tussen deze en de extra light versie is dat het doek van deze boot ietsje dikker is, daarom wat robuuster. Op de Spaanse stuwmeren heb je een hoop keien liggen, stenen, scherpe dingen, noem maar op. Dus je kan wel iets dikker doek gebruiken, zodat het bootje hopelijk weer wat langer meegaat. Wat verder chills van deze boot is dat hij ook een grote binnenruimte heeft, 70 centimeter breed. Dus ook al lijkt de lengte klein, ik kan in principe al mijn spullen hierin kwijt. Uiteraard moet je wel uitkijken dat als er een hoop golfslag is, dat het alsnog wel een redelijk kleine boot is. En dat je beter waarschijnlijk een grotere boot kan pakken. Maar voor de meeste situaties, denk ik in Frankrijk, Spanje en misschien zelfs in Nederland, is een 2 meter gewoon een ideale lengte om je hengels uit te varen en om korte afstanden te overbruggen als je gaat verkassen. Deze boot die heeft een verkoopprijs van ongeveer 550, 560 euro. En is daarmee ook goed betaalbaar voor de kwaliteit die je ermee in huis haalt. Als we verder dan gaan kijken, ik heb op dit moment een Raptor elektromotor erop zitten van 45 lbs. Dit is de motor van Pilar. Het komt omdat we op een relatief klein water zitten te vissen. En eigenlijk is dit een topmotor, denk ik, voor de gemiddelde visser die op zulke soort putten in Frankrijk zit te vissen of in Nederland. 45 lbs is genoeg stuwkracht om die boot gewoon lekker vooruit te pompen, ook al ligt die vol met spullen. Het grote voordeel is dat die zeer scherp geprijsd is bij Raptor. Ongeveer 200, 240 euro uit mijn hoofd. Dat is ook zeer betaalbaar. Zelf, als ik op de grotere water ga vissen, dan pak ik gewoon weer mijn Raptor 90 lbs motor. Hier zit veel meer vermogen in, maar dat heb je nodig als je dus op groot open water vaart en je bijvoorbeeld wind tegen, noem maar op, of je moet een boot van 3,5 meter vol met spullen aas vooruit stuwen. Die motor is echt een stuk duurder, met ruim 600 euro. Dus ja, je kunt afwegen wat is je budget, waar wil je hem voor gaan gebruiken, maar anders kan ik deze jongen ten zeerste aanbevelen. Als we verder dan in de boot kijken, dan zie je ook dat ik een nieuwe accu heb staan. Tot voorheen gebruikte ik de accu's van Yaro zelfs. Maar nu we ook bij Raptor in het assortiment zijn de Voltium accu's gekomen. En hier ben ik echt mega enthousiast over. Buiten dat deze accu's gewoon van alle beste cellen zijn gemaakt. Sowieso top van de markt, geloof me. Er zijn een hoop accu's verkrijgbaar. Maar het verschil zit in de details. Onder andere de cellen etcetera die erin zitten. Ik ga nog wel een losse review maken over deze accu's. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat deze accu's bovenaan staan qua kwaliteit. Maar de belangrijkste reden waarom ik blij word van deze accu's is de handige case waar ze in zitten. En daarnaast is dat er dus 2 accu's in 1 koffer zitten. Er zit 1 grote accu in waar je elektromotor op kan aansluiten, dus waar je lekker lang mee kan varen. In mijn geval 75 of 100 ampere. Maar er zit ook een kleine accu in waar je dieptemeter op kan aansluiten. Het is namelijk aan te raden om je dieptemeter altijd op een losse accu aan te sluiten, zodat je geen storing krijgt. Deze storing zie je voornamelijk als je de sidescanner zo gaat gebruiken. Dus altijd een losse accu en met deze dus een 2-in-1 oplossing. Verder krijg ik me altijd veel vragen over mijn dieptemeter. Ik gebruik nog steeds de Lowrange HDS9. Zeer tevreden over, ideaal, sidescan zit erin. Ik kan goed naar beneden kijken, touchscreen, GPS, alles wat je maar wenst. Maar tot voor kort liep ik eigenlijk een beetje te kloten, als ik het zo mag zeggen, met de stang waar die op zat. Ik had namelijk een RVS stang. Stang die je veel via Marktplaats etc. kan kopen. Maar eigenlijk is het scherm 9 inch was te groot voor deze stang, waardoor die vrij wankel werd. Gelukkig heeft Raptor ook een vrij robuuste dieptemeterstang in zijn assortiment. Dus die heb ik vorige week opgehaald en ik heb mijn dieptemeter hierop gemonteerd. En deze is sterk zat voor mijn grote 9 inch scherm. Plus, daarnaast zit er ook gewoon een robuuste stang in het water in. Omdat de transducer van mijn dieptemeter ook relatief groot is. Kortom, ik heb nu een super sterke manier om mijn dieptemeter aan de boot vast te maken. Samenvattend, ga dus dit seizoen lekker aan de slag. Met de Raptor 2 meter vast, Voltium, accu's, Raptor dieptemeter 45 of 90 lbs. En de Lowrange HDS9. Mocht je nou nog echt gedetailleerde vragen hebben over deze boot, of over de boot die ik dus vorig jaar veel heb gebruikt, en het jaar daarvoor zelfs ook, extra light, aarzel niet. Drop je vragen hieronder in de comments. Ik zal proberen ze allemaal zo snel mogelijk te beantwoorden, jongens. Ben je op zoek naar nieuwe uitrusting? Check zeker Raptor uit, want alles wat met boten te maken heeft, daar kun je daarbij terecht. En de prijs-kwaliteitverhouding is gewoon top, jongens. Het is misschien een beetje commercieel zoals het klinkt, maar geloof me, ik ben zeer tevreden over deze producten en ik weet zeker dat jullie dat ook zullen zijn.
Dankjewel en veel succes dit seizoen.